Ik vond het echt doodeng, maar ik vond het wel heel leuk achteraf. In de stad Amsterdam, waar de stedeling ontwaakt, werpen wij een licht op jouw verhaal. Wij zetten ons in voor de Amsterdammer die ongezien blijft. De mantelzorger, de Amsterdammers zonder papieren. Zij die keihard werken, maar amper rondkomen. Elk half jaar een ander thema aan de spotlight. Online seksuele intimidatie, misstanden in de huursector, jeugdzorg. Wij delen deze verhalen tijdens programma's in de Bali en in reportages op AT5. Met artikelen in de krant en een intiem theaterstuk. Zodat wij, zij die hierover gaan, tot verantwoording kunnen roepen. En laten ervaren, voelen, wat de impact is van hun beleid. Het eerste wat bij mij opkomt, is een diepe woede. Part of the reality is always hidden in the city. So then I found it very necessary to talk about it and making awareness. Ik vond ze heel warm, de mensen daar. En ik kon zo vrij over mijn ervaringen vertellen. En ze hebben dat heel mooi weer in een interview gegoten. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel jongeren. En ook jongeren met andere problemen. Is het wel gewoon fijn om zo'n platform te hebben wat zeg maar aan jouw kant staat. Laat je horen. Laat je raken. Wij zijn de journalisten van Live Journalism. Kom naar de Bali en deel jouw verhaal.